Hallo mensen, het is dus vandaag nog een commentary. Geen live commentary, maar gewoon een commentary. En dan snel de gameplay. De gameplay is niet heel goed. Het is op, hoe noemt de map nu weer, lockdown denk ik. Met type 95, met retro erop, geen silencer. En ik heb gewoon killstreaks opgegaan, maar de gameplay is niet echt heel goed. 22-13, maar ik kon echt geen goede gameplay halen. En ik wou graag een gewone commentary maken, zodat ik wat dingen kon zeggen. Dus dan een paar dingen zou ik wel zeggen. Iemand vroeg van wat gebeurt er 7 maart denk ik dat was. Wel, er zijn hackers geweest en die hebben een soort, ja, ik weet niet juist wat dat ziet, maar servers gehackt of DNS gezorgd dat je als je op een site gaat, dat je eigenlijk niet naar die site echt gaat, maar naar ja, die versie daarvan, waardoor ze al uw gegevens kunnen hebben. En dan de FBI heeft dan servers opgezet zodat dat tegenhoudt. Maar op 7 maart zet FBI die servers af. Waardoor dat iedereen die dat met dat virus infected is, zijn internet zal afgaan. Dus die kunnen dan niet meer op internet en zo. Ja, en dat is eigenlijk wat dat is en wat dat ze zeggen van 7 maart. Maar je kunt checken of dat je daardoor infected bent en door dat virus. Ik zal een link in de description zetten. Dat is dnsok.be of .nl. En als daar rood, als ze daarop staan van nee, bent infected, ja, dan zal het waarschijnlijk bij jou ook gebeuren. Ik ben niet infected, dus dat is goed. Dan staat er gewoon groen van uw computer is niet besmet. Maar het is niet echt uw computer, allee, ik kan het niet echt goed uitleggen. Dat dan, wat ik nog wou zeggen is, mensen vroegen van wanneer heb je nu partnership en ga je partnership halen, verdien je geld met YouTube. Wel, momenteel verdien ik geen geld met YouTube. Ik weet niet of dat ooit gaat komen, maar hopelijk wel. En wanneer ik partnership zal krijgen, wel, ik kan misschien partnership aanvragen bij een soort ja, kanaal dat mensen partners maakt, ja, via YouTube ook. Dus dat is een community kanaal ongeveer. Dat is TGN en maar moet daar een minimum views voor hebben. En dat minimum daarvan is 1000 views per dag. En dan is. En ja, dan moet je moet dat minimum hebben op een site. Dat is zo'n site dat jullie views en zo bijhoudt. En mijn gemiddelde nu momenteel is 912, denk ik. Gisteren was 930, maar ik heb dan ook geen 1000 views meer gehaald. Dus daalt het natuurlijk weer. Die link in zal ook in de beschrijving zijn, zodat jullie kunnen zien hoeveel views ik haal en wanneer dat mijn gemiddeld 1000 is. En als mijn gemiddelde dan 1000 is, dan moet ik zorgen dat ik het natuurlijk boven de 1000 kan houden voor een maand of zo. En dus als dat dan lang genoeg 1000 blijft, dan vraag ik aan voor partnership. En dan, ja, na even wachten, na een tijdje wachten, zullen ze ofwel mijn partnership dan approven of denyen. Nou, ik weet het niet juist, maar dus hopelijk haal ik dan gemiddeld van 1000 views. Dus bekijk mijn video's goed zodat ik het haal. Want gisteren heb ik dan maar 900 gehaald. Wat dat te weinig is. Eergisteren heb ik 1400 gehaald. Dat was mijn nieuw record. En de dag daarvoor heb ik 1200 gehaald. Dat was de dag dat mijn Digital Toaster naam dus 1 jaar bestond. En ik krijg nog wel comments op mijn video van de giveaway. Ik heb nu al meer dan 100 deelnemers. Dat is echt nice. Ik heb nooit gezegd dat ik ooit zoveel deelnemers zou hebben. Maar waarom dat ik dan... Allee, ik probeer elke dag te uploaden, zodat ik veel views krijg, zodat mensen veel mijn video's bekijken. Maar dat is niet echt gemakkelijk en je moet tijd hebben. Ja, en soms raak ik er gewoon niet in. Dat wil ik echt naar boven zien graag. Dus misschien kan jij helpen door mijn pagina, een video van mij op Facebook te zetten, waar mensen erop klikken. Mijn kanaal door te zeggen, echt gewoon zo te helpen. Want als ik partnership krijg, zal ik natuurlijk ook nog eens een giveaway doen. Van, ja, om het vieren van de partnership natuurlijk. En dat wordt voor mij heel veel leuker, omdat ik dan een nice YouTube kanaal kan hebben met zo'n banner en zo. Ik kan thumbnails zetten, dat zijn de printjes van de video's. Dus dat wordt allemaal veel leuker voor mij om te maken. En voor jullie wordt het dan ook veel leuker, omdat ik meer dingen kan doen en zo. Dus het zou niet alleen een voordeel voor mij zijn. Het geld erbij, dat zal niet veel zijn. Dus daar kijk ik niet echt naar.
En dat geld dat ga ik natuurlijk gebruiken meer voor YouTube, voor giveaways en zo. Dus zo zit het eigenlijk met mijn kanaal. Andere mensen vroegen van, hoe ben ik eigenlijk op de naam Digital Toaster gekomen? Wel, ik had dus Xbox Online en ik had geen naam. En ik was tussen zo Xbox random namen aan het zoeken. Dus dan geeft dat gewoon namen. En daar stond Digital Toaster tussen. Zonder THE. En ik dacht van, oh, dat is wel een nice naam. Maar ik heb die naam niet gepakt voor Xbox. Ik noem gewoon DFF Toaster. Eerst noemde ik Alexander V. Dat is een lelijke naam, maar ja. En dan wou ik op YouTube die naam gebruiken als ja, commentator. Maar de naam Digital Toaster zonder te is al bezet. Dus dan heb ik gewoon de Digital Toaster gepakt. En ik vond dat nog eigenlijk altijd goed. En nu ook, wat ik nog wou zeggen. Dus de Clan DFF, die is gestopt. Ik weet niet waarom. Ik hoor er niks meer van. Ik ga misschien in een nieuwe clan, maar ik ben er niet echt actief in. Of misschien start ik zo gewoon een eigen community clan. Dus dat jullie gewoon allemaal daarin joinen. Mijn naam op YouTube zal ik nog veranderen. Dat zal dan gewoon Digital Toaster worden in plaats van DFF Toaster. Dus dat zijn eigenlijk de dingen die ik wou zeggen. Dus sorry dat de gameplay niet echt goed was. Maar ik kon er vandaag gewoon geen goede halen. Misschien komt er deze avond nog een infected gameplay. Want dat is nu terug een tijdje geleden dat ik heb gespeeld en dat blijft altijd leuk natuurlijk. Misschien daar komt waarschijnlijk als ik een infected gameplay doe een live commentary van. Dus ik hoop dat jullie mijn video's nog goed bekijken zodat ik een gemiddelde boven de 1000 kan halen. Dus de link van uw DNS te checken of dat je bent infected met virus zal in de beschrijving zijn. De link dat je kan zien of dat je, hoeveel dat mijn gemiddelde is en hoeveel dat ik nog moet en wat dan mijn dagelijkse views zijn, zullen ook in de beschrijving zijn. Dus dan kan je mij goed volgen. En vergeet ook niet, als je nog niet bent fan, alleen mijn Facebookpagina hebt geliked, like dat dan ook een keer. Die link zal ook in de beschrijving zijn. Dus tot de volgende keer. Daag!